Welkom. Ik ben hier vandaag in Amman, de hoofdstad van Jordanië. En het is lente. En dat zie je ook, omdat allerlei dingen in de bloei staan hier. Maar het is al toch 30 graden, dus het is hier warm. Het wordt hier ook heel warm. Het zit natuurlijk veel dichter bij de evenaar dan in Europa. Ik wil je vandaag iets laten zien over aanpassingen van planten in droogte en veel zonlicht. En dat kunnen we hier zien, want het is hier droog en het is hier heel zonnig. Dus kijk even met mij mee naar deze plant hier op de achtergrond. Zit hier een plant? Ja, je zou bijna zeggen het is een cactus, maar hij heeft toch wel echt wel bladeren. Je ziet op de bladeren trouwens zie je nog wat zand van de woestijn. Het heeft hier gisteren en eergisteren gestormd. Weinig regen, maar veel zand, stof. Maar als we kijken naar die planten, dan zien we ze natuurlijk, hè, dat ze ontzettend fijne naalden, lang. Dus hè, dat voorkomt natuurlijk vraat. En je ziet dat ze zijn ook niet echt groen, maar het is grijzig. Er zitten, als je heel goed kijkt, dan zie je dat een soort dons overheen zit. Die beschermt de plant tegen te veel zonlicht. Ja. En dat te veel zonlicht, je ziet dat heel mooi hier op dit blad. Die haartjes die hebben nu al het stof vastgehouden. Maar dat is dus, dat geeft die planten hier een beetje zo'n grijzige waas. Dus ze zijn grijs-groenig. Daarmee ja, zijn ze dus beter bestand tegen al dat felle zonlicht. Ik zit hier naar beneden. Dat er toch ook echt wel grote bladeren zijn. Ja, dit is toch echt wel tussen de 5 en de 10 centimeter. Maar ook hier. Ja, naalden tegen vraat. Weinig blad. En ja, allerlei aanpassingen dus om te zorgen dat hij hier kan groeien. Ik hoop nog meer voorbeelden te zien. En voor nu gedag uit Amman. En nu in Jarash, 50 kilometer ten noorden van Amman. En ik zit hier in, ja, het is een enorm Romeins gebeuren hier met heel veel oude structuren. En waar het om gaat is deze bloemenzee die je hier ziet. Want een aanpassing aan planten kan natuurlijk allerlei structurele aanpassingen zijn, hè, die we net gezien hebben. Haren op je blad of weinig blad en kleur aanpassen. Misschien ook minder huidmondjes. Maar een andere heel goede aanpassing die heel veel soorten hebben is gewoon er heel snel bij zijn. We zitten nu in mei, eind april. En dit is het einde van de lente en je ziet, het staat hier volop in bloei. En je ziet al wat bruine stukjes hier staan. Dus wat je kan doen als droogteaanpassing als plant is natuurlijk om je levenscyclus zo kort mogelijk te houden. Als er water is, ga je snel groeien, bloeien en dan zaad zetten. En daarna kan je doodgaan. Het is een ontzettend goed en veel toegepaste strategie tegen droogte. En wat een voordeel is, is dat je dan gewoon een bloemenpracht heb. Dat is natuurlijk wel fantastisch. Hier zo. In Jarash. Goed, in het zuiden van Jordanië aangekomen. In Wadi Rum. Waar je heen kijkt. 100 kilometer daar naartoe is Saudi-Arabië. Ongeveer. En zijn we nog bij een aanpassing van planten aan droogte gekomen. En wat je hier ziet is een plant. Is een plant die, kijk maar. Die plant die heeft gewoon alleen maar stengels. Heeft alleen maar stengels. Geen bladeren. En ja, dat is natuurlijk ook een bijzondere manier om tegen droogte te kunnen. Natuurlijk zijn we nu alleen maar de zaken aan het bespreken die tegen droogte, de fysiologische aanpassingen van planten
of eigenlijk de anatomische aanpassingen van planten tegen droogte die we met het oog kunnen zien. Ik weet vrij zeker, ik ken deze plant niet, maar als we zouden kijken naar het aantal huidmondjes hier van deze plant, dan zouden we kunnen tellen dat er per vierkante millimeter bijvoorbeeld veel minder huidmondjes zijn. En het zou ook zomaar kunnen dat ze een ander metabolisme hebben, dat ze geen C3-metabolisme hebben zoals we dat in Europese planten veel hebben, maar C4 of waarschijnlijk misschien zelfs KAM-metabolisme, wat veel cactussen hebben. C3, C4 of KAM-metabolisme, dat is een hele leuke verdiepende stof voor 6 VWO of voor als je biologie gaat studeren. Op het HBO of universiteit. Hele interessante aanpassingen die ze op celniveau en chemisch niveau hebben gedaan. Dit vind ik ook wel mooi. Een plant die dus gewoon geen blad heeft. En het is wel een bloeiende plant. Dat kunnen we zien. Niet dat hij nu bloemen heeft. Dat zien we niet. Maar wel door de structuur. Het is geen naaldboom of zoiets, dus het is een bloeiende plant, dus hij zal af en toe bloeien. Dat zal niet al te vaak zijn. Maar we hebben nog steeds één, vind ik, zeer belangrijke aanpassing niet gehad. En dan gaan we hier verderop. Daar zo beneden zie ik wat planten staan. Volgens mij gaan we daar dat wel vinden. Even nog een dichtbij shot. Je ziet zo, hè, je ziet die plant en als je dan dichterbij komt, dan zie je dus dat het alleen maar... Ja, dat het alleen maar stengeltjes zijn. En ze groeien in van die klompjes. Hier, daar. En zo groeien ze in van die klompjes. Maar ik vermoed dat ik hier de belangrijke aanpassing die we nog gemist hebben ga zien. Dus ik loop daar even heen. Ja, dit is hem dan, hè? Hier. Of hier. En we kunnen zelfs een paar grasjes vinden. Die vinden we hier. Als we hier zo naar boven gaan. Hier, een paar grassen. Als we dan dus dit soort aanpassingen zien... We zien dat hij nu, hij is flink gegroeid. Hij heeft allemaal ook zaad gezet. Je ziet dat er allemaal pluis vandaan komt. Dit is natuurlijk waar het zaad in zit. Maar volgens mij een heel belangrijke aanpassing, wat heel veel planten kunnen, is afsterven. Afsterven tot het minimale wat mogelijk is. En dat zijn vaak wortelstokken of dat soort dingen. En die wortelstokken die kunnen dan opnieuw uitlopen. En je zal verbaasd zijn over hoe wortelstokken van planten kunnen uitlopen. Want dat kan gebeuren in situaties waarvan wij denken van... Ja, maar hier zit toch geen leven meer in? En dan geef je het gewoon, hè, en dan leg je het op een vochtige ondergrond of in katoen of wc-papier wat je nat houdt. En dan zal je zien dat het toch uitloopt. En grassen kunnen dat heel goed. Maar niet alleen grassen kunnen dat heel goed, maar ook heel veel bloeiende planten. En daarvan zie je er een aantal. En zo zie je dat bijvoorbeeld hier. Ja, je ziet bovengronds, maar heel weinig. Want dit is geen plant. Dit is gewoon dood materiaal wat hier zo ligt. En dan komt zo uit de bodem... Komt een sprietje groeien op het moment dat de tijd rijp is. Dat het kennelijk geregend heeft en dan groeit het uit. Hier zie je ook een voorbeeld van het plantje wat we net lieten zien. En je ziet dat die hier is helemaal opnieuw uitgelopen. Als je dat groene, die sprietjes weghaalt, dan zou je toch bijna denken, ja, dit ding is gewoon dood. Het is helemaal broos, hè? Je kan stukjes afbreken. Het lijkt helemaal niks meer te zijn. Ja. Toch is het opnieuw uitgelopen, omdat het kennelijk geregend heeft. Nou, ik hoop dat je het een leuk filmpje vond. Aanpassingen van planten aan droogte. En hier in de woestijn, het is fenomenaal. Het is echt fantastisch. Vond je nou dit filmpje ook zo fenomenaal en fantastisch als ik het hier vind? Dan kan je het misschien laten weten door te liken. Misschien wil je subscriben of... Wil je het filmpje op YouTube?
aanwijst als zeer interessant. Wil je wel van me zien? Geef een comment hier beneden. Ik antwoord altijd. En heel veel succes. Op mijn knippers.